Waarom word je grijs en kaal als je ouder wordt? Dit is de Universiteit van Nederland. Heeft u daar ooit over nagedacht waarom u er zo uitziet zoals u eruit ziet? Waarom u rimpels krijgt, een beetje meer vet heeft, grijs, kaal, gedeeltelijk? Ik sta wel elke dag daarbij stil waarom wij verouderen. En dat is ook mijn onderzoeksdomein. En om veroudering goed te begrijpen, zou ik eigenlijk graag een vergelijk willen maken met auto's. En ik zou u willen vragen om even op te noemen de linker auto. Wat is dat voor een auto? Enig idee? Rolls Royce. Heel goed. Maar wat voor een Rolls Royce? Die is grijs, ja. Het is een? Phantom. Welke Phantom? Zilver Phantom. Nee, Phantom 5. Rechte auto. Fiat. Rood. Wat voor auto is het? Alfa Sud, heel goed. Ja, een Alfa Sud, oké. Oké, nu verder. We gaan even weer naar die Rolls Royce. Kunt u mij vertellen welk bouwjaar de Rolls Royce? Ik ga even 3 antwoordmogelijkheden geven. En dan gaan we even stemmen. Noem ze eerst even 1951, 59 of 68. Wie van u is voor 1951, bouwjaar van deze Rolls Royce? Ja, dat is ongeveer 1/3. Ja, 59. Ook ongeveer iets meer. En dan 68. 2, 3. Goed. Het is 1959. Goed. Gaan we even naar de Alfa Sud. Ook het bouwjaar van die Alfa Sud. Is het 1959, 71 of 85? Even weer stemmig, actief. Wie is er voor 1959? Alfa Sud? Ja, met name dames. 1971? Ja. En 1985? Oké, dus de meeste van u waren van 1971 en dat is goed. En dan denkt u, wat heeft dat in godsnaam met veroudering te doen? We gaan even weer naar de Rolls Royce. Ik zou u willen vragen, wij onthouden nog allemaal 1959 is het bouwjaar. Hoeveel procent van die Rolls Royce zijn nog rijdend? Gewoon met een kenteken. 30%, 60% of 90%? Die ooit gebouwd zijn, hè? Wie is er voor 30%? Enkele? 60%? Enkele? 90%. En dat is de meerderheid. En sommige stemmen gewoon niet. Het is goed. Het is 90%. Bouwjaar 59, 90% nog steeds rijdend. Oké, die Alfa Sud. 1971. Keuze is rijdend 3%, 15% of 30%. Wie is er voor 3%? 15, 30. Ja, u heeft helemaal gelijk, het zijn 3%. En wat heeft dit nu met veroudering te doen? Het is heel simpel. Het gaat over kwaliteit. Het gaat over onderhoud. En het gaat om gebruik. U gaat die Rolls Royce niet uitlenen. Maar dat gaat u wel bij de Sud doen. Het gaat over de materie, de kwaliteit, te vertalen bij mensen, wat zijn bijvoorbeeld de genen. Onderhoud, bij een auto, kennen we allemaal. Wat is ons onderhoud? Hoe gaan we met ons eigen lijf om? En hoe gebruiken wij ons lijf? Allemaal te vergelijken, heel eenvoudig, met een auto. En waarom is het nu zo eenvoudig om ons verouderingstraject te vergelijken met een auto?
Omdat gewoon beide, een auto en wij zijn blootgesteld gewoon aan stressoren, noem ik het maar. Ons lichaam is continu blootgesteld aan met name negatieve dingen. Die proberen we op te ruimen. En dat lukt ons alleen maar gedeeltelijk. Daarom dat het alleen maar gedeeltelijk lukt, hopen wij in ons lijf schade op die zich uit aan als bijvoorbeeld ouderdomsziekte. Ouderdomsziekte is niets anders dan schade in organen die gewoon te veel slijtage hebben opgelopen. En welke factoren zijn nu belangrijk om te zien, is er gewoon veel schade opgetreden of weinig schade? Het zijn 3 factoren. Het is beweging, het is voeding en het zijn de genen. Dus heeft u uw ouders goed gekozen? En als u dat niet heeft gedaan, nou, kies dan een goede partner voor de volgende generatie. Maar door een goed beweegpatroon te hebben, een goed voedingspatroon, kunt u uw lichaam beïnvloeden. Dat is namelijk de onderhoud. En dat is gedeeltelijk ook gebruik. En vergelijk het maar met een auto. Ik zou uw lichaam even graag willen vergelijken met een batterij. Dat heeft namelijk Tom Kirkwood gedaan. Is een geniale wetenschapper. En die heeft 20 jaar geleden gezegd, kijk, het lichaam is eigenlijk iets wat je gewoon kunt vergelijken met een batterij. Heeft het disposable soma theory genoemd. Dus eigenlijk een wegwerplichaamstheorie. Wegwerplichaam betekent, je hebt het 1 keer en je gebruikt het en dan gaat het de prullenbak in. En afhankelijk van hoe goed je lijf is, dus of je een Duracell bent of een Chinese batterij, kun je langer mee. Dat is 1. En 2 is, wat essentieel is, waar geef je energie in uit? Ga je energie uitgeven bijvoorbeeld aan je eigen onderhoud? Lekker egoïstisch. Of ga je je energie uitgeven aan voortplanting bijvoorbeeld? Waarvoor we eigenlijk op aarde zijn, evolutionair gezien. Wij moeten voortplanten. Was een theorie en die heeft het getoetst bij verschillende dieren. En 1 klein diertje is een worm. Dus wat hij heeft gedaan is gewoon maar gekeken. Je hebt zo'n wormpje en dat zwemt en dat gaat voortplanten en het legt eieren. Hij heeft gewoon gekeken wat is de levensduur voor zo'n wormpje afhankelijk van hoeveel eieren zo'n worm legt. En wat kwam eruit? Degene die gewoon een lange levensduur hadden, de wormpjes, 4 weken, 4,5 weken, legden gewoon veel minder eieren. En degene die een kortere levensduur hadden, dat waren gewoon de meest producerende, big family. Dus, je hebt energie. En dat kun je uitgeven of in voortplanting of in jezelf investeren. En als je het in jezelf investeert, heb je beter onderhoud en mogelijkwijs gebruik. En aan het einde loopt iedereen schade op. En die schade in je lichaam, die wordt geuit in verouderde cellen, ouderdomscellen. En dat zijn cellen die zoveel schade hebben dat zij niet meer normaal functioneel kunnen zijn. Die delen bijvoorbeeld niet meer, maar die zwemmen toch een beetje in ons lichaam of die zitten in ons lichaam. En dat wordt ook genoemd senescente cellen. Cellen die verouderd zijn. En eigenlijk is het lichaam heel erg slim om zulke senescente cellen te hebben die niet meer kunnen delen, omdat je dan geen kanker krijgt. Heel slim bedacht door het lichaam. En eigenlijk zouden we natuurlijk helemaal niet 80 moeten worden. En naar onze reproduceerbare fase, heel veel kinderen zijn overleden, dan zou het helemaal niet uitmaken om zoveel schade te hebben in senescente cellen. Nou, mijn onderzoeksgroep heeft gewoon heel veel mensen gevraagd om even huid bijvoorbeeld af te staan, appelboordjes genomen en huidbiop genomen. Dan hebben we gewoon gekeken hoeveel van die schadelijke cellen, senescente cellen, heeft iemand in het lijf. En iemand die ouder is, heeft daar veel meer. En iemand die ziekte heeft, heeft veel meer. Iemand die medicatie heeft, heeft veel meer van deze senescente cellen. Maar 1 heel erg opvallend resultaat was dat het ook met het uiterlijke geassocieerd was. We hebben gewoon foto's genomen.
En eigenlijk zou ik u willen vragen om even mij in te schatten. Hoe oud ben ik eigenlijk? Hoe oud ben ik? 25. Dus, dank. Dus dan heb ik heel weinig van die zinnen te stellen. Dat stelt mij gerust. Dat is fijn. Maar dat doen we natuurlijk dagelijks. Ik kijk naar u en ik denk, nou, 50, 40, 20. En zo doe ik het ook in mijn klinische praktijk. Ik schat gewoon de biologische leeftijd, hoe oud het lichaam werkelijk waar is, het uiterlijke. En de vraag is, zegt dat ook iets? En het zegt iets. Ja, het zegt iets. En dat heeft een onderzoeker in Denemarken, Karen Christensen, heel mooi onderzocht. Die heeft namelijk foto's genomen van eeneiige tweelingen. 73 eeneiige tweelingen, die ongeveer 70 jaar oud waren. En dan heeft hij de foto's gegeven aan een groep studenten. En die heeft gewoon bepaald, nou, ik vind dat die 78 eruit ziet, die andere is 68. En zo hebben zij op basis van de geschatte leeftijd, hebben zij een groep eeneiige tweelingen genomen die daar jonger eruit ziet en die de ouder eruit ziet. En dit is het resultaat. Welke van de groep eeneiige tweelingen ziet er ouder uit? Is het links of rechts? Even, wie is voor links? En iedereen is dus voor rechts. Rechts ziet er ouder uit. Dus dit is het effect van onze leefstijl en de omgeving. Er zat 8 jaar tussen deze even oude tweelingen. Ze waren allemaal van dezelfde kalenderleeftijd, wat in het paspoort staat. En zij werden 8 jaar verschillend ingeschat in leeftijd. En diegenen die ouder eruit zagen, die gingen eerder overlijden. Wij weten nu, wij krijgen grip eindelijk sinds 20, 30 jaar waarom wij verouderen. Het is gewoon de ophoping van de cellen die schade met zich meedragen. En wij kunnen heel veel zelf eraan doen om het niet te laten ontstaan of ze het weer te gaan verwijderen. En dat is de juiste ouders, maar met name fysieke activiteit en voeding. En als je nu echt wilt weten wat wij mogelijkerwijs met medicijnen zouden kunnen doen of met andere experimenten naast lichamelijke activiteit en voeding, dan moet u echt het volgende lezen.